Yo guys, Les hier met vandaag een nieuwe video en vandaag een nieuwe Minecraft Hardcore. Vandaag is misschien toch wel een spannende dag, want we gaan vandaag in de Nether Fortress. Effectief de eerste keer dat ik in de Nether Fortress ga in de Hardcore mode. En ik heb het wel eens in Survival gedaan, op Harten, maar niet, zeg maar, nieuw dat ik kan doodgaan. Gezellig. Nu, waarvoor we komen... we komen, of course, voor de motherfucking Blaze Ruddies. Ik koop gewoon 10 NEC. Ja, ik denk het niet. Ja, ik stel voor dat ik een poging doe. Ik ga wel een torch plaatsen. Ik neem ook al een screenshot van de uitgang van de dingen. Auw. Van... Oh, fuck. Oh, fuck. Oké, nee. Wat doe ik? Oh fuck, dit is niet goed. Oké. Ik ga even hierin verschuilen. Of sort of. Dat was al een slecht begin. Ah, nice. Wanneer ik dacht dat het niet slechter kon. Ik ben dus niet zo'n grote fan van Ghost. Ik denk niet echt dat iemand daar een fan van is. Ja, ik ben echt kapot bang om dood te gaan, maar ja, dat hoort er natuurlijk wel bij Minecraft Hardcore. But we built a bridge. Of toch een soort van, bijna. Oké. Even kijken dat ik niet word gebackreept of zo door een of ander monster. Oké. Nice, dus ik kan hier ook direct weggaan. Laat ik even eten. This shit is scary, man. Laat ik wel even mijn zwaard pakken. Oké. Er ligt wel een hoop netherwards. Zo. Wacht, ja. Oké, dat maakt niet uit. Oké, dat is een wither. Widderskeleton. Maar ze zitten allebei langs hier vast. Dus. Oké. Ironic. Ja, ze kunnen veel proberen, maar ze zitten toch vast, dus... Oké, ik heb zelfs een kool gekregen van eentje, dat is lief. Laat ik eerst hier eens boven zien. Oké. Nice. Oeh, een chest. Nice. Wat zou hierin zitten? Ik hoop blaze rods. Saddles, oké. De golden chestplate laat ik hier. Ja. Ik hoor een ghast. Ik vind dat niet zo super leuk, maar. I have to deal with it, I guess. Ik pak ook even alle netherward mee. Dat is gewoon een zombie pigman. Gewoon rustig blijven, Gletscher. Komt allemaal wel goed. Maar ik pak de netherward toch wel mee. Because we need that shit, denk ik. Ik ga hierboven ook eens zien, maar volgens mij was daar wel niks. Oké, nee, inderdaad. Ja, het probleem is, het is alles zo kort achter de hoek, dus... Achter elke hoek kan er een widderskelly staan en... Ja, ik hoor een widderskelton. Ah, hier is zo'n kist. Oeh. Horse armor, mooi. Maar we zijn hier voor de blaze rods, oké. Mooie speelgletscher. Nu nog wel. Oké, laten we hier beneden eens zien. Ah, ik hoor heel veel widderskeletons. Er zijn wel heel veel kisten. Ik hoop dat we toch wel diamonds vinden. Ja, als hier in een van die twee geen diamonds zitten. Oeh, pijnlijk. Wel zelfs te veel. Oké. Ik had toch iets moeten opofferen. Het klinkt raar, maar ik ga twee saddles hier laten. Ja. De lapis. Laat ik ook hier. De kool laat ik ook hier. De iron laat ik ook hier. Ja, het is zet, maar ik kan niet alles meedoen. Oké. Ik kwam vandaar. Sava. Dan moet ik gewoon aan het houden. Oeh.
Oké. De rest laat ik gewoon liggen. Van de rest heb ik toch al genoeg. De kans is groot dat ik toch nooit een paard ga hebben, dus. Oké. Nice. Wel heel veel kisten, maar overal zit hetzelfde in. Diamond? Nee. Wacht. Ja, kijk, dat is letterlijk hetzelfde in. Als dit een survival was, denk dat ik zelfs genoeg had voor een eeuwigheid. Echt waar. Ik ga even hier rond doorchatten, dat ik weet dat ik hier niet meer moet komen. Dat is een blaze. De zenuwachtige Umdo. Hier rechts is het te doen, ze. Dat is een gewone skeleton. Ben ik daar boven al geweest? Oké. Uh-oh. Yikes. Dat leek mij geen goed plan. Het zijn gewone skeletons op het dak. Spawnen er eigenlijk extra witherskeletons? Oh shit. Precies niet zo'n grote Nether Fortress. Misschien toch eens naar boven gaan? Ja, hier ben ik nog niet geweest, dat is duidelijk. Besef even hoe zenuwachtig ik ben. Oké. Maar we hebben die blaze rots echt wel nodig. Oké, ik kwam vandaar, niet waar? Alhoewel, ja, nee. Maar ik heb de coördinaten opgeschreven. Ah, niet opgeschreven, maar je snapt wat ik bedoel. Oké. Okay, nevermind. De Nether Fortress is toch iets groter dan ik dacht. En daar is een blaze spawn. Oké. Okay. Laat ik hem eerst even uitnemen. Oké, okay, dat was niet zo'n goede hit. Dat wel. Mooi. Ik ga naar de blaze spawn. Ik hoop dat deze goed afloopt. Oké. En hij schiet aan. Alsjeblieft maar één blaze per keer. Dat zou leuk zijn. Geef toch een blaze op de minst. Dat zou ook wel iets zijn. Maar ik hoor wel een blaze precies. Is hij hiernaast gespawnd? Ja. Oh. Oké dan. Hallo. Oké, dat is al één hit. Ik wou de boog pakken. Oké, mooi. Dat is al één blaze rod. Zo. Mooi. Dat zijn experience, maar geen blaze rod. Oh, fuck. Au. Retreat, retreat. Dat zijn wel twee blaze rods. Oké. Ik ben niet gemaakt voor deze shit. Ik wil er toch wel, denk ik, 6 op de minst of zo. Oké. Daar zijn wederskapen. Hoeveel pijlen heb ik nog? 18. Oké, dat zijn er nog veel. Yo. Een aanval. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Oké. Even regenen. En toen waren er ineens overal blazes gespawnd. Kan dat? Oh my god. Oké. This ain't good. This ain't motherfucking good. Oh. Oké. Probleem is, het zijn twee blaze spawners bij elkaar. Holy shit, waarom is hij zo hoog aan het vliegen?
Au. Oké, wacht, ik ga deze afbreken, want de twee zijn er te veel. Oh. Ik heb wel een hoop dingen. Oeh, jongens. Kijk dat ik niet word gebackrapt trouwens. De 7 arrows, oké. Zonder de boog was ik er echt niet meer geweest. Zonder de boog, what the fuck. Oké. Heeft hij iets gedropt? Nee. Oeh. Thank you. Uh-oh. Fuck. Shit. Oké. Hoeveel blaze rods heb ik? Rustig, jongens. Oh, fuck. En daar zijn ook nog twee dinges. Oh, oei, 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 oei. Toch wel even voor de thumbnail gaan doen. Prioriteit stel, jongens. Ah, dat was jammer. Oké. Okay. Die heeft zijn blaze rod gedropt. Oh. Fuck. Attacking. Ah. Jongens. Oké, ik ga even... Oh my god. What the fuck? Waar is de kans? Waar is de fucking kans? Come on. Oh. Jesus. What the fuck? Besef even hoe unlucky het dat was. Hoeveel arrows heb ik nog? 1. Oké. Ik denk hierna best wegloop gewoon. Kijk, dat ik hier nooit had laten liggen. Nee. Ik hoop dat 6 blaze rods genoeg zijn. Ah, fuck. Ik ga even langs de andere kant proberen. Even eten. Jongens, jongens, jongens. Oh. Yikes. Ik ga ergens anders gewoon. Ah ja, dat mag er nog bij natuurlijk. Waarom niet? Ja, het was leuk, blazes, maar... I ain't playing with you anymore. Hoeveel is het eentje? 2, oké. Okay. 12 Eye of Enders, is dat genoeg? Kijk. Ik ga nog proberen voor die te gaan en hopelijk dropt iets. Oké. Okay. Ik wacht tot hij heeft geschoten. Oké, okay, mooi. Ah, fuck. Voor hoe lang is dat die widdert? Allee. Oh, fuck jong. Fuck, fuck, fuck. Doe ik mijn laatste vis. We hebben er 7. Pak dat we 1 gebruiken voor een broeingstand, dus 12 IF Ender. Ik hoop dat het genoeg is. Ik hoop het oprecht. Ja, we zullen wel zien, I guess. En als dat niet genoeg is, dan hebben we dik pech. Kom vandaar, ja. Oké. Het was fun. Het is nog die goede content, maar... Ik ga toch wel even rustiger aan doen, precies. Oké, dat was trouwens Lucky Rod Flash en ik kwam van hier. Dat is waar. Waarom staat hier alles in de fik? Ah, nice. Nog meer blazes. Ja, ik kwam van hier. Dan, ja, ja, ja. Holy shit, besef even hoe fucking goed dat ik de weg nog weet. Heb ik een schep bij? Oké, okay, nee, anders had ik alle salsa aan het meegepakt. Wel blij door dat ik de boog... Ik zeg u, zonder de boog was ik waarschijnlijk dood geweest. En ook nog even die fucking Witherskelly die me aan het backrapen was. Oké, wacht. Deze kan gevaarlijk zijn. What the fuck? Hoe moet ik deze in? Nu. Oké, geen idee naar waar die heeft geschoten, maar. Oké, naar hier dus. Oh, man. Jesus fucking Christ. Wacht, misschien is deze toch wel die betere thumbnail. Zo, ik ben toch wel die goede YouTuber. Tijdens die spannende gameplay toch denken aan die motherfucking thumbnail. Oeh.
Ik dacht even dat het allemaal Wither-skellies waren. Dus trouwens, geen Wither-skelly dan dingen heeft gedropt. Oké, gewoon de toortjes volgen. Al gelukkig heb ik ook een pad gemaakt. Ik denk trouwens dat dat de eerste keer is ooit dat ik de weg zelf heb teruggevonden zonder de coördinaten. Al ja, in een dingen dan, hè, in een Nether Fortress. We hebben wel de Blaze Rods, 7 Blaze Rods, dat is niet slecht, vind ik. En ook een hoop armor, dus. Misschien kunnen we dan toch wel voor die paardjes gaan. Dus het was hier, ja, ik had hier een lange tunnel gebouwd. Goh, ik dacht wel onze trip langer ging zijn, maar zonder arrows, zei ik, ja, was het gewoon slimmer om weg te gaan. Want zonder arrows, is dat een goed idee? Nee, dat denk ik niet. Ik heb ook trouwens wel geluk dat ik zo snel een Nether Fortress had gevonden. Ja. Oeh, daar is trouwens een magma cube. Ziet iemand dat? Ja, tuurlijk zien jullie dat. Ja, maar ik ga er. Oh ja, ik moet toch naar beneden, lijkt het. Oké. Ja. Ik laat die magma cubes gewoon voor wat is. Als ik dan per ongeluk een dingen hoort. En hoe heet hem hier? Ja, wacht, nee. Zo. Oké. En heeft er niemand iets gedropt? Oh, dat is wel sad. Waar kwam ik van daarboven? Ja, er staat een torch. Ik moet echt oppassen daar niet eens een gaster mij aftievert. Vanaf dat hij zo'n raar babygeluidje begint te maken, dan. You're fucked. Oké. Mooi. Voilà, iets veiliger maken. Ik zie heel de tijd Wither-skellies. This shit ain't good, man. Oh, ik hou trouwens van mijn torchpad. Ik heb zo. Ik was echt goed voorbereid, jongen. Holy shit. Ik kom nu toch bezig zijn. Ik ga gelijk wat netherrack meepakken voor die experience. Because you fucking need it. Ik vind het wel heel teleurstellend dat ik geen diamond heb gewonnen. Ik was in een survival wereld in een Nether Fortress gegaan en ik vond er zoveel diamonds en nu echt gewoon niks van diamonds. Dat is echt heel jammer eigenlijk. Oké, daar is de volgende torch. Dus ja, ondertussen gewoon die shit een beetje meepakken, want dat geeft ontiegelijk veel experience. Dat is zo echt wel die basic Minecraft knowledge, zou ik maar zeggen. Het is toch wel iets verder dan ik dacht, het pad naar Nether Fortress. Ik ben toch wel vrij ver gegaan. Maar wel op zich, we zullen wel zien. Ik vind ook gewoon in Minecraft zouden ze iets meer kunnen moeten doen met de Nether. Zo meerdere soorten biomes in de Nether of zo. Nether villages. Snap je? Ze zouden dat echt gewoon makkelijk kunnen doen. Want op zich, op het moment is er niet veel te beleven in de Nether. Oké, enigste speciaal in de Nether. Nether Fortress natuurlijk, alle mobs erbij. Die ene magma stone. Je kunt ook endermans vinden. En die magma cubes. Voor de rest is er letterlijk. En nether quartz natuurlijk. En nether bricks. En glowstone. Maar voor de rest is er niks. Ah, voilà, hier zijn we dan. Oh, we hebben de trip overleefd. Let's go. Oh. Het ziet er maar eens naar uit dat ik beter ga slapen. Besefte ook gewoon even. Ik wil een blok wegdoen, zit daar ineens lava achter. En dat gebeurt af en toe in de Nether. Maar het was gewoon just zo unlucky, dat kon ik echt niet. Ik had even goed low health kunnen zijn. Hoe is mijn armor eigenlijk? Oké, mijn armor is safe. Wat ik wel kan doen. Kijk deze outstanding move. Outstanding move. Ik hou trouwens van die meme, dat was mijn lievelingsmeme. Dat was, vond ik echt. Ik vond dat zo'n goeie. Oeh, feather falling. Oké, dan. Ça va. Verder vallen kan altijd van pas komen. Zo. Protection. Projectile protection. Ça va, ik leef er allemaal mee. Oké, nu even wel al deze stuff dumpen. Van die nether quartz wil ik blokje maken, want misschien kunnen we nu even wat rustiger aan doen. Even wat rustiger aan doen. Een beetje huisje bouwen. Een beetje enchanten. Binnenkort waterliftje maken. En dan wat endermens gaan hunten. Ja, dat is mijn plan zo wel een beetje, hè. Heel zeker. Maar nu ben ik al. Juist. Er moet nog meer shit weg.
Dus, en er is ook nog een andere hond, die moeten we ook eens gaan temmen. En daar in de zee, die kun je ook, al die dingen kun je ook nog gaan bezoeken. Maar ik hoop op, echt oprecht dat ik niet meer in de Nether moet zijn. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat 7 blaze rods, dat gaat juist te weinig zijn. Denk ik. Wat ik wel ga doen. Zo, 8. Maar we moeten echt dringend hebben meer iron en zo nodig. Als op mijn manier gaan enchanten. Anders gaat dat niet lukken. Oké. Oef. Ik vind het wel tering irritant dat die heel tijd zit te blaffen. Ik hoop dat dat genoeg is. Ah. Oeh. Ja, ik heb legit nooit geweten hoe die shit. Eerste keer dat ik iets. Een kwartspiller. Oké. Maar ik wou de vloer dus van dat kwartsen blokjes maken. Dat leek me wel cool. Ja. Ik wou toch iets doen met die kwarts. Dus ja, hey. Trouwens, de anvil. Even al mijn armor uit doen. Ik kan nu hopen dat er geen zombie uit de zee komt met een trident. Dat zou wel een beetje rip zijn. Oké, wacht. Zo. Protection 2. Wat? Allee dan. Ja, nee, dat is gewoon belachelijk om samen te doen. Dat is levelverspilling. En. Oké, Aqua Infinity. Mooi. Kijk onze nieuwe armor eventjes aan. Ja, Protection 2. Let's go. Er is plaats voor verbetering, sowieso, maar ik ga gewoon nooit een hoop koeien vinden en zo. Dus ik moet het wel op deze manier doen. Lijkt me ook gewoon leuker of zo. But, één blaze rod ga ik bijhouden. Oké, dat heb ik nodig. Thanks. Ik weet niet of het zo was. Nee. Ik heb wel sowieso voor één ding dit nodig. Oké. Zo. En dan. Oké, nee. Ik weet niet meer hoe ik een brewing stand maak. Zo? Ja, ook niet. Oké, ik heb het even opgezocht en brewing stand is gewoon effectief met 3 kobbel. Dus ja, ik heb met andere woorden voor niks zoveel moeite gedaan. Stone erin. Ja, oké, dan. maar we hebben wel een brewing stand nu. Dat is wel pretty gaaf, graaf. Kan ik dat? Oké, dat kan ik er gewoon op zetten. Mooi. Kan ik even deze. Ik kan een nieuwe tool maken. Oké. Wat ik ook nog wou doen. Oké. Ding het. Ik weet niet hoeveel sticks ik ervoor nodig heb, maar nu we deze shit toch hebben gedaan. Ah, jongen, hoe moet je een armor stand? Ah, zo, wacht. Nee, toch niet. Oké. Oh, ik had letterlijk al elke optie gedaan buiten die. Oké, merci. Voilà, armor stand. Dat gaan we hier in de hoek doen. Oké. Kijk, gewoon alle shit dat ik niet nodig heb, zou ik het zo zeggen. Gooi ik gewoon even hierop. Mooi toch? Oké. Is er toevallig nog iets waarvan ik zo ben van ja, fuck dat. Ik kan trouwens wel 2 boeken maken. Maar ik dacht dat ik er wel meer had. Ik ga even wel die boekje maken. Voilà. En we gaan kijken wat dat geeft als we dat kunnen enchanten. Wacht even, we hebben wel meer lapis nodig. Laat staan iets van lapis. Protection, jazeker. Oké. Sharpness, sharpness, protection. Voilà. Oké. En dan kunnen we nog wel iets upgraden, denk ik. Oké, we pakken gewoon deze zwaard. Met sharpness. Yes. Dan hebben we hier ook nog een ander zwaard met sharpness. En dan doen we die twee samen. Oh, en dat gaat niet, want ik heb daar niet genoeg experience levels voor. Maar op zich, ik ga sowieso terug naar de Nether gewoon voor wat XP te farmen met die Nether Quartz. Maar waarschijnlijk niet om mijn dingen voor, hoe heet het? Voor iets anders. Ja. Oké, maar nu ben ik wel eventjes aan het denken. Ook ja, trouwens, die ene mooie kool ik heb gekregen. Yo. Oeh ja. Oké. Mooi. Nice. Dan denk ik dat ik offscreen die boom ga omhakken. En dat ik offscreen een beetje het huisje ga doen, maar niet te veel, want ja, ey, zoveel moeite ga ik niet doen. Hond volgt me wel, blijf maar even zitten of wacht. Kom, kom. Kom hier, doggy.
Oké, voilà. Jammer dat we geen name tag hebben gekregen voor de hond, zou wel leuk geweest zijn. Nou, hadden we die Sioux ook schouwvliegen kunnen noemen. Maar ja, gaat niet. Kijk, dan kan ik mijn chestplate die protection 2 kan doen. Oeh. Yeah. Oké, protection 2 armor. Bijna alles. Dat wordt wel mooi stevig. Power 2 boog was trouwens vrij sterk. Als we nog één string vinden, kunnen we nog twee bows maken en dan kunnen we misschien power 3 krijgen. Dat zie ik ook wel zitten. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer gaan we verder met Minecraft Hardcore. En ik zeg ciao.